Voetbalclub Heracles Almelo heeft speler Rai Vloed geschorst. De middenvelder is al weken in het nieuws. In november veroorzaakte hij op de snelweg een dodelijk auto-ongeluk. Hij ramde van achteren een auto waar een gezin in zat. Een jongetje van 4 kwam hierbij om het leven. Vloed zou eerst hebben gezegd dat niet hij, maar een vriend van hem de auto bestuurde. Ook beweerde hij dat hij geen alcohol had gedronken en niet te hard had gereden. Maar later bleek dat Vloed wel degelijk achter het stuur zat. Ook gaf hij toe alcohol te hebben gedronken. Maar volgens Vloed had hij niet meer dan 2 glazen alcohol gedronken, dus niet meer dan toegestaan voor een bestuurder. Begin januari mocht hij weer meetrainen bij zijn club Heracles Almelo. Het is zeker geen gemakkelijke keuze geweest. Het is een onderwerp waar heel veel emotie bij komt kijken. Rai sluit nu weer aan en we hopen ook dat we vanaf hier vooruit kunnen kijken. Ook Vloed kwam toe met een reactie. Naar omstandigheden gaat het redelijk. Er gaat natuurlijk geen dag voorbij dat ik niet denk aan het ongeluk of de tragische gevolgen daarvan. Ik zou heel graag willen dat ik de tijd kon terugdraaien. Dat gaat helaas niet. Maar voor de familie is het natuurlijk het allerergste. Ik leef elke dag enorm met hem mee. Maar over het besluit van de club om Rai Vloed weer mee te laten trainen kwam meteen veel kritiek. Maar ik zou hem ontslaan. Maar dat is mijn... Omdat je... één, hij rijdt iemand dood. Hè. We hebben het de hele tijd over hem. Maar we dachten van die mensen thuis. Die daar, als hij op het veld loopt en die krijgen alles mee. Het is verschrikkelijk en een fout. Maar ja, het is iets... Je bent een voorbeeld. En dat heeft hij fout gedaan. En ook de supporters van Heracles Almelo waren niet blij met de beslissing van hun club. Ze plaatsten deze foto. Toch mocht Vloed meetrainen en zelfs meespelen. Rai Vloed, exact 2 maanden nadat hij een auto-ongeluk veroorzaakte. Onder invloed, ongeluk met dodelijke afloop. Een gemengde gevoelens toch ook bij de mensen die Heracles leiden. Maar nu wordt Vloed dus alsnog geschorst. Dat doet de club na een gesprek met de familie van de omgekomen jongen. Zij lieten de club het politieonderzoek zien van het auto-ongeluk. Daarin staat dat Vloed op het moment van de botsing meer dan 200 km per uur reed. Ook had hij veel meer alcohol gedronken dan hij eerder beweerde en ook meer dan wettelijk is toegestaan. Heracles Almelo vindt dat absoluut onacceptabel en schorst hem daarom per direct.